We hebben natuurlijk een mooi verhaal. Hebben we bij elkaar gefietst om die kinderen wat te vertellen over een tulp. Het is een machine hier die draait, een rolkas waar ze in kunnen kijken hoe werkt dat allemaal. En zelf een paar vragen uitgehaald en daar hebben we een klein quizje van gemaakt. En ik hoorde ook iets over stuifmeel en stampertjes van de verschillende tulpen. Daar gaan jullie de kleuren mee veranderen? Nou, we hebben ze. Er zijn natuurlijk van die bedrijven die selecteren. Die zorgen voor tulpen, nieuwe kleuren. En dat moet gebeuren met stuifmeel. Van een ene tulp, van een rode tulp en van een witte tulp. En ja, daar zou je dus gewoon 10 soorten andere uit kunnen halen, die kleuren. En één daarvan die zal goed wezen en daar zou je mee verder kunnen. Maar het is een heel selectief gebeuren. Maar in de regel werkt het wel zo. En uit die zaadjes, daar gaat dan zo rustig weer een bol uitgroeien. Dus stel je voor dat we nu hier dit meeldraad van deze witte tulp met die rode gaan mengen. Dus die zo mengen we hem, hè? Zo mengen we hem. Op de stampen, we doen hem dicht, we doen er een elastiekje omheen. We moeten 16 jaar lang, hebben we gehoord, hè? We moeten 16 jaar lang moeten wachten. Dat uiteindelijk in die bol een nieuwe soort tulp wordt gemaakt. Wat voor kleur gaat die dan worden? Welke projecten doen jullie nog meer? Nou, dit keer hebben wij een project bedacht samen met het Cultuurcentrum Heemskerk. We wilden graag dat de tulpenvelden echt in het licht brengen en vooral de tulp. En toen zei van het Cultuurcentrum zegt van nou, ik wil eigenlijk wel tekeningen met kinderen maken van een tulp. Dus ze gaan nu echt kijken naar de tulpen die hier groeien. En vervolgens hebben tulpen natuurlijk ook heel veel mooie kleuren en mooie vormen. Nou, en daar gaan ze met het Cultuurcentrum dan in de klas gaan ze over praten. En vervolgens gaan ze ook echt een mooie tekening maken met krijt. En daarin wordt ook geveegd, dus dat je echt een mooie ronding krijgt en er worden kleuren gemengd. We hebben het over bestuiven gehad. Er zijn 2 verschillende tulpen die we met elkaar mengen. Dat doe je natuurlijk ook met kleuren. Nou, zo hebben we dat allemaal in elkaar gegoten als één project. En uiteindelijk bij Kom in de Kas, dat is 1 en 2 april, in het weekend worden de tekeningen van de kinderen tentoongesteld. Want Kom in de Kas houdt in dat je dus in 5 bedrijven hier in Heemskerk-Duin mag kijken. En dat is allemaal gratis. En in plaats van de kinderen, dat ze dan een tulpenveld zoals je hier ziet. Maar dan zie je geen tulpenveld, maar dan zie je een tekeningen van alle kinderen, van alle scholen. Allemaal achter elkaar staan. Dus dat wordt een soort kunstproject. En nou, daardoor heb je één mooi geheel. Tellen, wat heb je allemaal gezien? Nou, de tulpen, hoe ze worden geteeld. Hoe tulpen er ook uitzien als ze nieuw zijn. En de rollende kassen.